Welkom bij Glarefans, ik ben Erik en ik ga jullie vandaag van alles vertellen over deze Constructam Comet 6. De Constructam is volledig gerenoveerd. Het zijn de originele bovenkap, een nieuwe onderbeplating om weer helemaal strak te maken. Uiteraard heeft ook deze Constructam de vernieuwde rijtechniek en remtechniek. Dat wil zeggen dat er nieuwe assen onder zitten om het makkelijk te onderhouden en daarnaast alle remmerij naar hedendaagse standaard is. Constructam heeft een mooie fietsendraag, er worden 3 fietsen aan de voorkant, maar daardoor mist de gasdisselbak. Ook in deze caravan hebben we dat op een mooie manier opgelost. Afgezien van de magnetische lekgaansluiting hebben we hier ook een gasaansluiting. Hier koppelen we eigenlijk heel gemakkelijk de gasfles in. Klik. En sluiten we de gasfles aan. Daardoor hebben we gas in de hele caravan. Ook deze Constructam heeft een mooi nieuw serviceluik. Die eigenlijk onder het hele bed zit. Ook hier hebben we dan een mooie watertank zitten. We gaan eruit halen door de lange kabels. En dan kunnen we eigenlijk heel makkelijk deze loskoppelen. De pomp eruit halen. Deze dan hier op draaien. En dan kunnen we makkelijk vers water halen zonder dat op de terugweg al het vers water eruit loopt. Deze caravan heeft ook weer een afvalwaterpunt. Dat wil zeggen dat hier het water uitkomt. Dat kunnen we opvangen door de korte slang. Koppelen en dan in de afvalwatertank te laten lopen. Maar stel er is een afvoerput, dan hebben we ook een lange slang die we kunnen koppelen en daardoor eigenlijk heel gemakkelijk in de put kunnen laten lopen. Ten slotte heeft deze Constructam ook een toilet. Moet ik natuurlijk wel even open doen. Dan gaat die open. En daar kunnen we eigenlijk heel makkelijk de tank eruit halen en leegstort. Het Elektra systeem is net wat anders in deze caravan omdat er een mooie lithium accu in zit. De lithium accu zit daar verstopt in de hoek achter het Elektra systeem, de 12 volt inverter en onze Adlex schakelaar. De lithium accu kun je eigenlijk gemakkelijk loskoppelen, inclusief de druppellader en uit de caravan halen zodat je hem ook in de windstalling makkelijk kan laden. Daarnaast kun je makkelijk bij het 12 volt systeem alle zekeringen verwisselen mocht er een keer iets doorbranden. Welkom bij de meest retro Glarefan tot nu toe. Onze klanten hadden voor deze caravan echt een retro styling voor ogen. Dat was een grote uitdaging voor ons, maar uiteindelijk hebben we het naar hun wens kunnen voltooien. Je ziet het eigenlijk, uiteraard de bonte kleurtjes, de lampjes die de klant bijvoorbeeld zelf aangeleverd heeft, met de details als klassieke klikkers. Maar ook de ronde vormen van de badkamerwand en bijvoorbeeld het houten afwerkrandje en het marmeren tafelblad. De echte Constructam liefhebber die zal het misschien opvallen. We hebben de originele rails gebruikt. Ook voor de nieuwe rolluiken langs. Maar we hebben ook een bovenkastje gemaakt dat geen enkele Constructam heeft. In elk bovenkastje zitten de originele kastdeurtjes met de originele sluitingen. Maar de kastjes zijn volledig nieuw. De Constructam heeft nieuwe dakramen. Dat wil zeggen met een hor en met een verduistering. Ook zitten er ventilatoren in die ook gedemonteerd kunnen worden. De ventilatoren kunnen zowel blazen als afzuigen. Daarnaast hebben we, om ook nog meer muggen tegen te gaan, voor de openslaande ramen allemaal horren en een verduistering zitten. Alles weggewerkt in een mooie houten bak. Zoals je ziet ben ik niet gemaakt om hier staan te koken. Maar voor kortere mensen hebben we hier een hartstikke mooie keuken. Met een mooie wastafel waar je het water in kan doen. En een mooi 3-pits gasfornuis. De klanten hadden eigenlijk een hele speciale eis. Die wouden een dubbel bed, een dubbel stapelbed in deze caravan. Dat bracht wat uitdagingen met zich mee, want hoe monteren we dat en hoe zetten we dat vast? Dus hebben we eigenlijk bij aanvang van de bouw hebben we in de wanden allemaal constructies aangebracht om uiteindelijk dit stapelbed te realiseren. Alleen zoals je wellicht opvalt, het is een dubbel stapelbed. Er kunnen 2 volwassenen beneden, maar 3 kinderen boven. En de 3 kinderen kunnen we doen door eigenlijk het bovenste deel uit te schuiven.
waardoor er eigenlijk een extra bed ontstaat. Constructam heeft een nieuwe koelkast van Tedford met een vriesvakje. En hieronder hebben wij een plintkachel verwerkt die eigenlijk de hele caravan vrij snel op 240 volt kan verwarmen. Daarnaast hebben we een klein trapje met vakken erin geïntegreerd, zodat kinderen eventueel toch erin en eruit kunnen klimmen als ze dat willen. De caravan heeft daarnaast ook een paar unieke kenmerken. Dat wil zeggen, de knopjes bijvoorbeeld van de keuken, die komen van de kastjes van de oma van een van de eigenaren. En daarnaast heeft deze caravan zelfs dreu caravan lampjes als herinnering aan de caravan van de opa. De caravan heeft ook nog een toilet met een hele speciale toiletdeur. Iedereen die foto's van deze Constructam ooit heeft gezien, die weet dat hier ooit een klimop groeide. Nou, deze deur hebben we gewoon weer hergebruikt omdat de klanten dat mooi vonden. Er moet nog wel een toiletslot in. Maar we hebben hier nu een fantastisch mooi nieuw badkamertje. Waar straks ook nog een kraan in zit als corona-leveringen weer mee zitten. Het toilet zit in een relatief kleine ruimte en daarom zit je soms met de beenruimte. Gelukkig heeft Tedford een toilet uitgebracht waarop de bril draaibaar is, zodat je altijd de beste ruimte voor je benen kan bepalen. Tot slot hebben we ook heel veel leuke details, zoals dit spiegeltje en een mooi tweedehands lampje. Met uiteraard een heel kek behangetje.